kan er weer naartoe. Tweede pauze. Hoi. We staan in Frankrijk. Ja. Ergens aan het spoor. Bonjour. Bonjour. Welkom, jij dat voor. Hallo. Kijk, en je heeft de tafel gedekt. We gaan zo zitten. Puberzenhuis herkent het beeld. Een puber die in slow motion een filmpje doet, zodat het net lijkt of ze kan dansen dadelijk. Kijk eens daar. Daar is de Eiffeltoren. Wow. Maar daar is de Eiffeltoren. Dit is de Eiffeltoren. We wilden eigenlijk even onder de Eiffeltoren doorlopen. Maar het is erg beveiligd. Als jullie zien. We moeten op poortjes heen, bagage nakijken. Dus, we lopen aan de andere kant op. We gaan even vanaf het water bekijken. Zo'n wapen van boord, hè? Weet je hoe de rivier heet hier? Ja. Je met school gaat, hè? De Seine. Ja, de Seine. Kijk of Donna toch weet. Donna, topografie. De rivier die door Parijs heen loopt, hoe heet die? Ja, goed zo. Doet. Hoi. Hallo, topografie. Weet jij hoe de rivier loopt die door Parijs heen loopt? Dit is de Seine. Ja. Ja, ze zijn alle drie best goed. Wat doe jij nou? Trouwfoto. Oh. Oh, je bent een trouwfoto het fotobomben. Hey, oké. We hebben pech, we willen heel ver lopen en het ding staat stil. Hun gaan wel. Wij niet, hè. Pechvogels. Kijk zo ver, kijk zo ver waar we gelopen hebben. Ja, dan komen ze allemaal naar het Chinees, denk ik. Het eerst terug is. Ik denk dat de friet koud wordt. Denk je? Kijk, wel een beetje gek gevoel van. Ja. Ja, we doen het midden, wacht. Koen en ik lopen onder Place de Charles de Gaulle, een hele grote rotonde in Parijs. En hierboven, ja, je ziet het nou niet, is de Arc de Triomphe. En daar gaan we even een kijkje nemen. Thank you.
Ik heb een paar lessen. Ik kom niet binnen. Nee, ik kom niet binnen. Hij deed van mij niet zo. Nou, die viool.